Ter herdenking van de ontdekking door Sir Ronald Ross in 1897 dat vrouwelijke anopheliemuggen malaria overdragen, wordt er jaarlijks op 20 augustus stilgestaan bij Wereldmuggendag. Muggen zijn het dodelijkste dier ter wereld en verspreiden ziekten zoals dengue, malaria en Zika, waardoor jaarlijks circa 1 miljoen mensen sterven. Malaria veroorzaakt meer dan 400.000 doden per jaar en dengue is vooral dodelijk voor kinderen in Azië en Latijns-Amerika. In de 19e eeuw liep bijna de helft van de wereldbevolking een aanzienlijk risico op malaria, met een sterftecijfer van 10% onder de geïnfecteerden. Ross voerde in 1894 experimenten uit die hinten op het verband tussen muggen en malaria.